straat sta ik vandaag op de markt en ik ben benieuwd wat de mensen van in Breda van de markt vinden. Vinden ze het leuk? Vinden ze het juist niet leuk? Wie komen er naar de markt? En hoe zit het nou eigenlijk met die prijzen? Nou, ik ga het vandaag aan de mensen vragen op straat. Nou, ik vind het wel gezellig. De laatste tijd puur slecht. Qua bezetting, laat ik het zo zeggen. Ik vind het wel gezellig, maar het wordt wel steeds minder. Gezellig, alleen jammer dat er zo weinig kraampjes zijn tegenwoordig. Het wordt steeds minder. Ik heb het gisteren op Facebook gezet, wat ik heel jammer vind. Ja, ik vind hem leuk, maar ik kom hier eigenlijk niet zoveel. Op dinsdag is het op zich wel leeg. Maar op vrijdag is het wel gewoon gezellig. Heel erg leuk. Ja, jammer op wij hebben 2 jaar hebben wij het moeten missen vanwege het werk. En vandaag zijn we voor het eerst weer sinds 2 jaar en we lopen echt te genieten. Maar de gaten is jammer. Ja, het is echt aan het teruglopen. Dat is echt wel jammer. En, nou is de vrijdagmarkt nog leuker dan de dinsdag, want daar staat bijna helemaal niks meer. Gezellig, de markt is gezellig. We zijn hier net aangekomen. Een grote keuze in groenten en fruit. En voor de rest gaan we nog verder ontdekken. Ja. Het is een heel stuk minder geworden. Ja. Toen als ik jaren terug had, was het veel meer. Dus dat is gewoon minder geworden. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Nou, ik kom er eigenlijk bijna nooit, maar... Ik heb nu even de gelegenheid, dus ik vind het wel leuk om stofjes te kijken. Ja, jammer dat het een beetje achteruit gaat. Ja, de hele belangstelling voor de markten, geloof ik, wordt minder. Wat vind ik? Ik vind het een beetje moet meer doen. Ja, en wat moeten we meer doen? Ja, maar goede producten, goede misschien tricotage. Maar ik zie allemaal hetzelfde. Moet elke keer iets veranderen. Meer variatie? Variatie, vind ik. En Freud natuurlijk meer weersen. En dat is goed, hè? Dat vind ik allemaal echt hartstikke leuk. Deze is hartstikke leuk. Maar niet die van dinsdag, die mag weg. Mogen ze hier wat extra's bij zetten. Ja, waarom mag die van dinsdag weg? Omdat er bijna niks meer in staat. En waar denkt u dat dat door komt? Ik zou het niet kunnen zeggen. Echt niet. En nee. Hoe denkt u dat we dat kunnen oplossen? Nou, wat ik al zeg. Dinsdag weg, vrijdag dan nog iets groter. Misschien meer promoten? Misschien zou dat wel gaan lukken. En op wat voor manier moeten we het gaan promoten, denkt u dan? Misschien onder de markt mensen zelf, dat ze met familieleden of wat dan ook iets gaan doen. Ja, dat is een moeilijke vraag. De ene die is hierop uit en de andere daarop uit. En ja, internet blijft denk ik toch de meest boosdoende van alle winkels. En ja, hoe je het ook mag denken. Ik denk misschien toch ook op tv inderdaad. Denken, ja. Of even een flits of even... Dat mensen gewoon komen. Want het is zo leuk fenomeen. Het is zonde als het weg zou gaan. Ja. Ja, dat zou heel erg jammer zijn. Maar ja. Misschien moet je ook... Ja, ik zit even te kijken waar je vraag naar is. Even bedenken van misschien moet je daar een soort enquête... Een keer waar vraag naar is. Wat erbij moet. Wat willen mensen. Ja. Want inderdaad, ja. We hebben de kaasboeren, de vissen. En dat is er allemaal wel. Maar, en de zulke kleding. Maar waar hebben mensen er meer behoefte aan waar ze voor naar de markt zouden komen? Ik zou het eventjes niet weten. Ik zit altijd te denken, hoe is het mogelijk dat mensen gewoon minder komen? Ja, meer sfeer moet er gebracht worden, zet er een draaiorgel bij, lekker gezellige muziek. Publiciteit. Dat er meer mensen naar de markt komen. Ik denk dat de markt verkopen wil verkopen. En als er een groot publiek is, dan komen er ook meer marktjes. Ik zou als optie hebben van, doe 1 keer per week een markt. Die van dinsdag weg en laat hem op vrijdag zitten. Misschien op zaterdag markt houden. Ik werk normaal gesproken ook door de week 5 dagen en komt het er ook niet van. Ik weet het niet. Ja, misschien meer promotie of zo, denk ik. En in promotie in wat voor zin? Hoe gaan we dat doen, denkt u? Ja, dat meer of mensen bij trok. Ja, dat mensen als met de auto komen een gratis parkeerplaats. Oké. Okay. Want als je met de auto komt, dan moet je ook een keer plaats betalen om naar de markt te gaan. Dat vind ik wel een minder punt, ja. Het is wel duurder natuurlijk. Ja. En nou, nu we het toch over geld en duur hebben. Vindt u nou de prijzen hier op de markt goedkoper of duurder dan in de gewone winkels of in de supermarkten? Ja, daar heb ik geen ziek om eigenlijk. Ik koop dingen wat ik leuk vind. En, Jawel, dat vind ik wel. Ja. Maar het komt meestal voor de gezelligheid. Het is absoluut lager hier. Ja, het is absoluut lager. Ja. Nou, lager, het is sowieso net als bijvoorbeeld dan over de kaas, betere kwaliteit. Dus dat is en dan... En het is gezellig. Het is gezellig. Het is heel gezellig. Ja. Want mensen zijn altijd heel leuk hier. Ja. Ja.
De ja. marktkoopmannen en zo, en de vrouwen ook. Ja, echt heel gezellig. Maar ze hebben vaak gewoon dingen die je in de winkels niet hebt. Dus en dat is het dan gewoon. Dus dat, of het nou goedkoper is of niet, maar het is vaak... Ja, fruit en groente hebben ze ook wel in de winkel. Ja. Maar de andere dingen, dat hebben ze niet... Ik ga voor bepaalde dingen echt specifiek naar de markt. Sokken. En bepaald ondergoed. En dat hebben ze niet in de winkel. Nou, die dalder, die is het niet meer wat. Want dat gaat niet meer op tegenwoordig. Dus... Dat is bijna geen verschil meer tussen de gewone winkels en hier eigenlijk. Dus dat maakt niet zoveel meer uit. Dus. Nou, ik let niet zozeer op de prijzen. Ik wil gewoon mijn fruit en groenten op de markt halen. Dus of het nou in de supermarkt goedkoper is, dat maakt niet uit dan. Nee. Is goedkoper, ja. Echt. Dus daar komen we op af natuurlijk, hè. Op de goedkoopte. Best wel. Ja. En op wat voor manier? Goedkoper. Hier op de markt? Ja, op de markt. Je neemt groente en fruit, maar het is goedkoper als in de winkel. En ja, ze halen het elke morgen vers op de veiling. Maar lief, wat wil je nog meer? Het is niet altijd goedkoper, nee. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je het... Voor mijn gevoel in ieder geval maakt het niet heel veel uit of ik het hier koop of in de supermarkt inderdaad.